Met de BT Reflex B-serie komt Toyota Material Handling tegemoet aan de vraag naar gunstig geprijsde reach truck met iets lichtere specificaties. De range omvat drie modellen van 1.2, 1.4 en 1.6 ton hefvermogen en biedt hefhoogtes tot 8,5 meter. De B-serie is circa 15-20% goedkoper dan een truck met vergelijkbare uitrusting uit de Reflex RRE-serie. Sterk punt van de BT Reflex B-serie is dat de trucks naadloos passen binnen een bestaande Reflex-sloot, want de bediening en het uiterlijk zijn nagenoeg identiek. Nagenoeg, want er zijn beslist verschillen. Zo is het beschermdak van de B-serie niet rood, maar zwart gelakt en is deze eenvoudiger van opzet en constructie. Diezelfde aanpak zien we terug bij de mast. Daarnaast zijn de rij- en hefpompmotor merkbaar een slagje lichter. Wat de werkruimte betreft ervaar je amper verschillen. De op- en afstap en cabine zijn als vertrouwd en de meeste gebruikte componenten zijn overgenomen uit de gewone Reflex-serie. Het zicht door de eenvoudig gehouden mast is prima. Alle profielen zijn net iets slanker dan normaal. Bij maximale belasting merken we een lichte mate van masttorsie op onze testtruc, maar deze is niet alarmerend. Het zicht door het dak is net iets minder goed dan op de Reflex RRE, omdat de waaiervorm ontbreekt. De lichtere motoren hebben hun effect op de prestaties. Door het lagere vermogen gaat alles gewoon wat rustiger, zonder dat er sprake is van een langzame of slome truc. Sterker nog, door de getemperde kracht is de Reflex B-serie zeer voorspelbaar. De grote winst zit daarnaast in het lagere energieverbruik. Met 5,41 kWh voor 100 verplaatste pallets is de B-serie aanzienlijk zuiniger dan het gemiddelde in deze klasse. Dat de productiviteit ook lager uitpakt, is geen verrassing. Maar wie geen continu diensten draait of hoge palletprestaties vereist, maalt daarom. Die pakt de winst van de compacte opslag, de lage energie- en aanschafkosten en de lange inzetduur. Als verbeterpunten zien we de matige standaardstoel en de juiste afstemming van de stuurkenmerken op de persoonlijke voorkeuren van de chauffeurs. Een papiervak of klem zou ook wenselijk zijn. U leest meer over de BT Reflex B-serie in het septembernummer van Logistiek Totaal. Op de website vindt u meer informatie.